Hele goedemorgen jongens, het is vandaag alweer dinsdag en ik ben heel erg happy want Nesim is natuurlijk weer helemaal thuis en ik slaap niet meer alleen. Ik ben echt happy. Ik ben nu onderweg naar Amsterdam want ik heb zo een meeting. Ik heb dus zo een meeting met mijn manager. Ik weet eigenlijk helemaal niet of ik het in de vlogs heb gezegd dat ik een manager heb nu. Maar ik heb nu een manager en ik ben er echt heel erg blij mee want ze is echt precies op tijd gekomen. Ik had haar echt nodig. Ja, daar ben ik ook happy mee. En het is inmiddels al 1:15. Ik heb nog steeds niet ontbeten. Ik heb letterlijk alleen maar 1 koffie gehad. Dus ik heb echt trek nu. Echt zin in een cappuccino. En iets met avocado of zo. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik heb trouwens een blouseje aan van Nessie, maar dat laat ik jullie straks even zien. Ik ben nog steeds echt zo happy met mijn nieuwe haarkleur. Dat bevalt me echt, man. Vooral nu ik mijn make-up even iets anders doe en zo, vind ik het eigenlijk nog mooier. Echt happy ermee. Zo, hoe vaak kan ik vandaag happy zeggen? Ik ben gewoon happy vandaag. Zo, eindelijk in Amsterdam. Ik ben even een straatje verder gaan parkeren. Omdat ik anders maar een uurtje daar mocht staan. Even Parkmobile aan. Ik ben iets te laat. Jongens, wij zijn nu bij Brooks. Kijk wat we allemaal hebben besteld. Ik ben hier met Lisette. En zij is mijn nieuwe manager. Yay! Jongens, ik heb echt zo slecht gevlogd. Het is alweer 5:10. We zijn net klaar met de meeting. Het was echt heel erg gezellig. Ik dacht, ik ga even een uurtje met Lisette zitten. Of 2 uurtjes. Maar het is uiteindelijk veel langer geworden. Super goed gesprek gehad. Ik ga nu weer snel richting Rotterdam. Echt een domme tijdstip om weer terug te rijden. Want ik sta waarschijnlijk gewoon in de file. Ik ga weer even lekker heel snel richting Nessim. Ik heb Nessim echt gemist. Deze file, jongens. Niet normaal. Hate my life. Ik ben al 1,5 uur onderweg. Oh mijn god. Eindelijk aangekomen thuis. Ik ga dood. Het is inmiddels 7 uur. Dat betekent dat ik meer dan 2 uur onderweg ben geweest. En ik moet echt zo nodig naar de wc. Dat is echt niet normaal. Ik had mezelf beloofd om vandaag een outfitfoto te maken. Maar dat heb ik ook niet gedaan. En ik zie er nou helemaal niet meer uit. Ik heb zelfs in de auto mijn BH uitgedaan. Ik heb zoveel last van dat. Zo, lijkt wel alsof ik een pyjama aan heb nu. Ik echt snap mensen gewoon met de lift gaan als ze naar de eerste verdieping moeten. Dat snap ik niet. Je kan toch makkelijk een trapje op. Denk ik dan. Toen ik thuis was gekomen was ik even snel richting het toilet gegaan. Toen ben ik daarna weer naar de Albert Heijn gegaan. Want die ging zo sluiten. En ik ga denk ik even voor mezelf nu een bonus salade maken. Want ik heb echt geen flauw idee wat ik wil eten. Het liefst wil ik een linzensoepje. Maar ik heb geen zin om die te maken. Dus dan maar gewoon even snel een slaatje. Hebben jullie honger? Ja, Dinari. Hallo, Dina. Hallo. Nee. Oh, ik krijg de schoen niet uit. Ik kom gewoon nog eten tegen van gisteren in mijn koelkast. Woehoe. Ik had nog een stukje vlees, dus dat ben ik nu aan het opwarmen. Ik ga denk ik even heel snel douchen. Want ik zweet me dood. Zwaar nodig. Oh mijn god, ik heb heerlijk gedoucht. Ik heb het echt in 3 minuutjes of zo gedaan. Ik heb lekker mijn badjas aan. Mijn nieuwe pantoffels. En zijn koffer ligt nog op de gang van Las Vegas. En ik ga lekker eten. Ik heb toch maar even een bonus salade erbij gemaakt. Want ik had er gewoon even zin in. Een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag. En ik ben best wel vroeg opgestaan om klaar te maken. Want ik ga vandaag mee met Nessim naar Duinrell. Nessim moet daar echt iets heel grappigs opnemen. Mijn eerste werkdag in Duinrell, jongens. Hij moet 8 vragen beantwoorden in een 8-baan. Echt lachen en ik ga mee. Maar het is echt vet koud. Ik ga echt alleen maar voor jou mee. Want hoe weet je dat ik 8 vragen moet beantwoorden? Dat wist ik al hoor. Hoe weet je dat? Angel had tegen mij gezegd. Echt? Dat was al echt een paar maanden terug toen ik meeging naar andere opnames. Leuk hoor. Ik ben scherp. Wij zitten inmiddels in de auto. We moeten echt ziek omrijden. Volgens mij is er echt letterlijk in het hele land file. Ik ben heel lang niet in jouw vlog geweest. Want gisteren heb ik ook echt gewoon gisteren heb ik het verteld. Wat? Ik was om 4:45 of zo vertrokken uit Amsterdam. Ik was 7 uur thuis. Goeie. Dikke file, niet normaal. Ik weet niet meer wat ik wil zeggen. We hebben net koffie gehad. Heb je al verteld wat ik gisteren heb gedaan?
Oh, mag ik het vertellen? Mag wel vertellen. Leslie heeft gisteren iets heel spannends gedaan, want Nedim. Een mix van mijn beste vriendin en Nessim. Nedim. Vertel jij het dan? Ik heb gisteren mijn debuut gemaakt als stand-up comedian. Ja. Of tenminste stand-up comedian. Ik heb stand-up comedy gedaan gisteren. Voor een echt publiek, zeg maar. Ja. En dat vond hij super spannend. Maar het ging wel goed, hè? Ja, ging goed. Want ze hebben hem dus opgenomen en ik heb het even nagekeken. Ging echt goed voor de eerste keer. Ja, dat is leuk. Een paar verbeterpunten. Zeker. Maar je hebt het echt goed gedaan. Want het was, zeg maar, echt een publiek van... Het was het moeilijkste publiek van Nederland, maar ja, dat kan ik je zeggen. Wie heeft daar opgetreden gisteren? Laat ik het zo zeggen dat alle cabaretiers, zeg maar, werk van Henry van Loon, Peter Pannenkoek, Najib Amhali, ja. Ali B, iedereen die heeft daar... Allemaal daar staan, zeg maar. Die is daar begonnen of is daar dingen, dus ja. Het was wel een heftig eerste keer, zeg maar. Maar ging goed. Wat? Oh, ik wou zeggen, ik ben wel echt heel trots op jou. Waarom? Sorry, ik zie jou de laatste keer, je bent echt heel goed bezig. Oh, dat vind ik wel leuk. Ben ik echt trots op. Ik ben ook trots op jou. Oh, lekker 8 vragen beantwoorden. Weet je wel wat voor vraag je gaat beantwoorden? Kijk. Wat? SWAT team. Wat is dat, SWAT team? Wat is dat? Kijk dan. Wat is dat, baby? Oh, hey, yo. Film dan. Was dit filmen? Wat is dit? Wat gebeurt hier, man? De trouwstoet. Oh mijn god, er zijn echt heel veel wagens, Nes. Nou jongens, wij zijn nu in Duinruil. Dagje Duinruil. Het begint te regenen, dus ik heb een capuchon opgedaan. Leuk hoor. En we gaan nu richting de achtbaan. Er zijn al 2 vragen gesteld aan jou. Ja, nog 4 te gaan of 6. Ja. 6 volgens mij. Maar ik dacht dat de achtbaan dus op de kop ging. Maar deze gaat niet meer. Ja joh. Ga je mij horen schreeuwen, denk je? Mij kennende. Ik wil wel dat je een beetje gaat vullen. Een beetje willen. Oh, ik heb honger. Ze hebben hier Laplace. Dat wordt mijn plekje voor vandaag. Ja. Ja, jij mag hier gaan staan. Hier in Duinruil. Dat ben ik. Aangenaam. Is het lekker, jongen? Goed. 2,5 uur in de trein gezeten voor mij. Leuk, man. Ja, leuke reis. Strijder. Je is daar bezig. Het is hier best wel leuk. Ook daarachter, ik weet niet of jullie zien, een pannenkoekenhuis. Lekker poffertjes. Wat dan is dit, zeg maar, een kinder. Hey. Dat is een achtbaan in, leuk hè? Oh jongens, dit is... Oh, dat is hem niet. Dit is de achtbaan. Ik ben benieuwd. Wil ik harder praten? Nee, je gaat er nog zitten. Zo filmen ze dus, met een GoPro. Spannend hè? Ik kan hier de foto's checken. Hij is er al 3 keer in geweest trouwens en hij moet er 5 keer in. Kijk, volgens mij beantwoordt hij hiervoor een vraag. Zo, wij zijn klaar met de opnames. Ik ben echt blij dat we op tijd zijn vertrokken. Want het regent nu echt zo hard. Het is gewoon echt zo'n vies weer. En ik wil vandaag zo graag een nieuwe foto maken voor mijn Instagram. En dat is me niet gelukt met dit weer. Je ziet ook echt letterlijk niks door het regen. Door de regen. Maar we zijn nu even bij een Suriname gestopt. En we gaan even een zoutensoepje halen. Hadden we allebei echt zo erg zin in. Ik vind het ook echt het weer om gewoon lekker alleen maar soepjes gewoon te eten. Ik heb heel dat zin in soep. Ik heb zin in linzensoep. Ik zag net ook onderweg pompoensoep. Dat wou ik ook echt heel erg graag. En nu nemen we lekker een zoutensoepje. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het echt letterlijk al 3 jaar of zo niet gehad. Want ik had een jaartje dat ik echt een winter lang gewoon zo vaak zoutensoep ging halen met Nessie. Want ik echt gewoon, eeuw. Ik kon het niet eens meer ruiken of zien. Ik vond het echt zo vies. Maar nu heb ik er echt weer zin in. En ik vind het ook echt zo'n Netflix weer. Nessim komt eraan. Ik vond vandaag eigenlijk ook echt zin om naar Pathé te gaan. Hi Nessim. Kut. Echt kut. Zo, lekkere soepjes. Volgens mij moet het allemaal erin. Het is wel echt wintervoer dit, hè. Heerlijk. Kan niet meer wachten. Lekker cola zero erbij. Yum. Wat doe je eerst dat erin? Ja toch, en dan de soep eroverheen. Ik ben benieuwd. Zo, het is wel een goed gevulde soep dit, hè? Let op. Oh my god. Oh. Wil je ook van mij doen? Tuurlijk, schat. Oh, dit ziet er lekker uit. Je hebt wel een mooiere bord, hè? Je hebt zo'n gezellige bord. Je hebt zo'n spaghetti bord, zeg maar. Je hebt zo'n gezellige bord. Hallo.
En de mijne, lekker. Vind je leuk? Oh, met kip is dit, heerlijk. Oké. Zo.